En de finale nu, hè? Liverpool-Tottenham. Ja, ga je kijken? Een leuk duel worden. Nee, ik ga niet kijken. Nee? Nee, dat zit je niet op te wachten? In de Madrid. Ja. Ja, mogen nu alvast gaan vegen. Dat was Sjaki, dat was Sjaki, met z'n avondzwarte haar. Dat was Sjaki. Nou Sjaak, waar moeten we beginnen? Ajax uitgeschakeld. Ja, dat is echt een drama. Haast voor heel Nederland volgens mij. Ik heb zoveel mensen gehad die gebeld, berichtjes. Ja, het is gebeurd. 10 seconden. Ja. En dan scheelt het de finale. Maar ik moet de eerste zeggen dat ik toch trots ben op al die gasten. Bestuur, spelers, iedereen. Die Ajax dit seizoen heel goed hebben laten voetballen. We hebben prachtige wedstrijden gezien. En ja, het is jammer. Maar je zag wat de avond ervoor gebeurt met Barcelona. Ongeveer hetzelfde. Ik had echt gedacht de finale Ajax-Barcelona. Echt. En als je dan in deze wedstrijd 2-0 voor staat, ja, dan mag je het niet zo weggeven. En dat is wel een beetje gebeurd. Ik vond zeker 2 goals, ja, dat mag niet gebeuren. De tweede goal, en dat was, heb hem al in zijn handen vast. Ja. En dan lopen we tegen elkaar op. En dat was ook een beetje de wirwar achterin. Het probleem was die lange, ja, die moest uitgeschakeld worden met de kop, want de kop kopte alles door. Maar dat gebeurde niet helemaal goed, vond ik. Maar goed, het is gebeurd. Maar die goal die, was gewoon zonde natuurlijk. Maar nu krijg je nog een 3e goal tegen. Ja, dat vond ik ook, dat had niet mogen gebeuren. 2 man probeert te tackelen, 1 glijdt uit, Magelan. Ja, dat is zonde. Die lange ballen weer, hè? Dat was vorige week, ja, ook al. Ja, en dat loste ze een beetje verkeerd op voor. Ik dacht dat het beter was om even om te zetten, dat Daley Blind naar rechts zou gaan en de licht op hem. Want dan win je een aantal ook. En Daley komt, ja, die is net iets te kort, want die gozer is bijna 2 meter. Ja, en dat is jammer dat dat steeds gebeurt. Hij kon hem overal steeds neerleggen. Ja, uiteindelijk, ik vond Tottenham veel beter spelen als in Engeland. En Ajax was voor dus natuurlijk prima. En had ook met 2-0, 3-0 voor kunnen staan. Dat 2-0 was goed. Maar ja, ik vond op het moment dat Dolberg, ja, die vond ik echt niet meedoen. En dat was jammer. Ja. Je miste echt een man in de spits. Ja, die hoorde vlak voor het begin eigenlijk, ja, dat hij mee mocht doen. Ja. Was dat dan, ja, er moest, ja, snel misschien wel, dat weet niemand hoe hij zich voelt. Maar ik vond hem echt de eerste helft tekort komen. Ik had echt gedacht dat Huntelaar erin zou komen, tweede helft. Ja. Maar ja, we kunnen praten wat we willen. Ze hebben allemaal hun best gedaan. We hebben verloren. 10 seconden voor tijd. Dus we kunnen er omheen draaien. Het is gebeurd. En volgend jaar opnieuw beginnen. Ja, maar moet ook nog een zondag. Ja, oké. Okay. Dan moet je na 2 dagen draaien ze de knop om en dan gaan we met het elftal door. En die moet je gewoon winnen, die 2 wedstrijden. Ja. En kampioen, dat heb je nog geweldig gedaan. Beker en kampioen. En de halve finale Europa Cup. Nou, dat is ook mooi. Ja. Is het lekker dat je nu eerst even thuis speelt? Ja, dat is natuurlijk prima. Ja? Ja. Dus dat je niet nu naar de Vijverberg, nee, moet nog? Oh, naar de Vijverberg, nee, moet je nog. Ja, precies. Maar dat je nu eerst een thuiswedstrijd, eerst een thuiswedstrijd. Deze... Ja, misschien wel. Maar ja, Graafschap is natuurlijk een leuk ploegje. Maar die moet je nu omver spelen, hoor. Ja. En dat gaan ze doen? Ja, 100%. Ja. Is het misschien als je kampioen wordt extra knap na zo'n teleurstelling? Als je nu dus gewoon kampioen wordt? Nee, ik vind gewoon dat je je ritme door moet gaan. Dit is een geval dat gebeurt een keer. Dat in Barcelona ook gaat gisteren. Die hebben ook gedacht in de finale. Ja. Nee, dat is een geval apart. En voor de kampioenschap zijn ze al de laatste tijd heel goed bezig. Dus ze weten wat ze moeten doen. Gewoon 2 keer winnen. En dan gaat de vlag in top. Ja. En de finale nu, hè? Liverpool-Tottenham. Ja, ga je kijken? Een leuk duel worden. Nee, ik ga niet kijken. Nee? Nee, dat is een leuk duel in de Madrid. Ja. Ja, mogen nu alvast gaan vegen daar. Ja? Ja. Dat wordt... Dat wordt een rommel. Een chaos? Ja, dat denk ik. Ja, dus de UEFA zal er ook niet blij mee. Nee, ik denk het ook. Ik denk dat ze ook liever Ajax tegen Barcelona of Ajax tegen Liverpool gaat hebben. Ja. Nou goed, nog 2 wedstrijden. Ja. En dan is Ajax in ieder geval kampioen en dan mogen we toch gewoon tevreden zijn. Nee, natuurlijk moet je tevreden zijn. Als je van tevoren zegt, je wordt kampioen en je wint de beker en je komt halve finale van de Europa Cup. Ja, dan zegt iedereen, je bent niet goed bij je hoofd. Ja. Nee, geweldig gepresteerd.
Tuurlijk zijn er altijd wat aanmerkingen, dat is logisch. Kritiek moet er blijven, vind ik. Dus ja, de kritiek gisteravond was dat je toch een 2-0 voorsprong zo uit handen geeft. Ja. Nou ja, we kunnen misschien nog de beste van Europa worden. We hebben het Songfestival nog. Oh ja, dat kunnen we nog winnen. Ja. Ja. Dat heb ik gehoord. Moeten we daar maar op gaan winnen? Maar we hebben geen spelers die kunnen zingen, volgens mij.